De sterke koersstijging heeft nationale en internationale oorzaken. Nationaal gaat het om een overheid die veel meer geld uitgeeft dan ze hebben. En ook veel minder geld binnenhaalt dan zij moeten, volgens het eigen herstelplan. Internationaal is de oorzaak de inflatie die van buiten komt. Ook buiten de grenzen zijn goederen gemiddeld 10% duurder geworden, wat gelijk doorwerkt in de behoefte aan deviezen. Het sluiten van cambio's is geen oplossing voor het beteugelen van de koers, zegt econoom Winston Ramotasi. Elk land in de wereld waar ik geweest ben, in de grote steden, zijn er cambio's. Dus we moeten niet denken dat cambio's het kwaad zijn. Wat fout is gegaan in Suriname met cambio's, is dat ze cambio's hebben laten uitgroeien tot groter dan banken zelf. En dat had nooit mogen gebeuren. Banken zijn gewoon wisselkantoren voor kleine transacties. En ik zou het in Suriname ook begrenzen tot zeg $500, misschien maximaal $1000. Maar nu financieren ze hele containers, scheepsladingen. Dat was nooit de bedoeling van de cambio's. Maar hoe is dat zo ver gekomen? Want ik neem aan dat er door een bepaalde behoefte dat die functie dus nu aan de cambio's wordt gegeven. Een aantal dingen. Eén is procedures bij de banken. Heel traag en inefficiënt. Ja. Aan de andere kant was er een hele tijd discrepantie tussen de koersen. Nu hebben we het samengetrokken. We hebben gezegd, we hebben een zwevende koers. Waarbij de koers elke dag 3 keer gemeten wordt. En het is het gewogen gemiddelde van wat cambio's en banken registreren. Dus nu hebben we eigenlijk een eenheidskoers. Maar in het verleden had je dus een aparte cambio-koers, een aparte bankkoers, een aparte centrale bankkoers. En dan was er ook nog een black market koers. Die hebben we gelukkig niet meer. Het interveneren met US dollars om de druk op de valuta te verlichten is in dit geval ook geen oplossing, legt de econoom uit. Wanneer het om een tijdelijk probleem gaat, dus een incidenteel ding, toevallig was aan gefout, was een staking bij de goudfabriek of zo, waardoor je tijdelijk een aantal miljoenen dollars niet binnenkrijgt en daardoor die koers omhoog gaat, dan is het toegestaan voor, om je reserves bij de centrale bank te gebruiken om te interveneren. Je zei Judala, omdat die Sabtak Abradrimung al zuiver aanbakken. In dit geval is er niks incidenteels aan de hand. Er is niet geen enkel zicht dat het over 3 maanden beter gaat zijn. Dus ik denk dat we op dit moment onze reserve dollars bij de centrale bank niet moeten aanwenden om een koers kunstmatig op een bepaald laag politiek acceptabel niveau te houden. Ik wil natuurlijk, iedereen wil natuurlijk een zo laag mogelijke koers. Want dat betekent dat we met onze salaris meer goederen kunnen kopen. Ja, dat willen we allemaal. Maar de economie, de kracht van de economie bepaalt wat de koers gaat zijn. En de overheid kan interveneren als er een reden toe is. En op dit moment zie ik geen enkele reden dat het morgen beter gaat zijn. Het komt gewoon doordat de regering zijn huiswerk niet maakt. En daardoor gaat die koers omhoog. Een interventie zal op dit moment alleen voor een paar dagen resultaat opleveren. Blijkt uit eerdere ervaringen. De oplossingen voor een lagere koers zijn nagaan hoe wij op korte termijn meer kunnen verdienen in dollars en aan de andere kant onze importconsumptie verminderen. Dit laatste zal maken dat er minder dollars nodig zijn om de import te betalen.